ik wil sowieso even de school bedanken dat jullie ook meedoen aan dit project. Het is een groot project. Ik heb net even gevraagd voor joh, weten jullie al een klein beetje wat het allemaal inhoudt? Nou, dat is misschien nog een beetje lastig, weet ik niet. We zijn er al een jaartje mee bezig binnen de gemeente Nissewaard om zeg maar het hele afvalbeleid om te gaan turnen, als het ware. Je ziet hier nou PMD staan. Weten jullie waar de P voor staat? Plastic. Plastic. En de M? Materiaal. Metaal. Nee. Oh, metaal. Dus alle blikjes, weet ik veel, je doet een blikje ananas open thuis. Nou, dan kan het dus gewoon hierbij. En de D? Drinkkarton. Ja, juist. Ja, de drinkkartons. Nou ja, dat zijn gewoon eigenlijk de pakjes waar jullie vaak ook wat uit drinken. En dat mag tegenwoordig allemaal hierheen. Of in één keer in deze bak. Nou, die bakken die hebben we beschikbaar gesteld. Die gaan ook naar de scholen toe. Er zijn al 10 scholen, heb ik begrepen, die al meedoen binnen Nissewaard. Dus hartstikke goed. Verenigingen gaan meedoen. En thuis gaan we dat ook doen. En er zullen niet alle huishoudens gelijk blij mee zijn. Want er zijn natuurlijk zat huishoudens die denken van, joh, gooi alles lekker bij elkaar. Maar de toekomst, ja, die moet toch echt dat we moeten gaan scheiden. En het is heel makkelijk. Ik heb het toevallig thuis ook gedaan nu. Ik heb ook 2 kinderen van 18 en 20 thuis. We doen dat met z'n vieren. En nou, gemiddeld was het ongeveer 15 kilo restafval wat jullie misschien thuis ook hebben. Omdat alles bij elkaar gegooid wordt. En als je goed gaat scheiden, kan je uitkomen op 1,5 kilo. Dus als je echt je best wil doen, ja, dan kan het echt. Dus en ik hoop dat jullie natuurlijk, want jullie zijn de toekomst, dat ook thuis goed vertegenwoordigen en ook willen aangeven aan je ouders. Ja, en als we dat allemaal gaan doen, ja, dan moet het een keer goed gaan komen. Ja, en op je stageplek, op je bedrijf waar je komt, overal waar je alleen maar komt. Ja? Dus super trots dat jullie ook mee willen doen als praktijkcollege. Zullen wij de officiële handeling doen dan? Doe jij de klep open? Want dan gaat hij er klaar voor staan, hè? PMD! Ja! Goed zo. Dank je daar. Heb je goed gedaan? Ja. Mag je meegeven? Op het project. Heel goed. Ja. Mag smaken. Ja. En dat bedoel ik. Zo. Dat is de vermisplan. Ja, maar een aantal. Een aantal wil ik nog.